De programma, de magazine van Stichting Regio 4TV in samenwerking met RTV Achterhoek. We hebben een aantal onderwerpen op deze reformatiedag. Bijvoorbeeld over de vertraging aanleg rondweg Eurding. Komend vertrek waarnemend burgemeester Arnold Gerritsen van de gemeente Alten. In de picture fix Tara de Dukdalf van het echtpaar Bos. En het laatste onderwerp project het gasthuis. Nou, dat wij vandaag de reformatiedag hebben gehad, dat hebben we in Windelswijk wel gemerkt. Zoals heel Nederland. Wat ik net gehoord heb, een file van ruim 1000 kilometer. Vooral veroorzaakt door het bezoek uit van de Oosterburen in de omgeving Arnhem. Ja, en op 31 oktober 2017 is het precies 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg bevestigde. Waarmee hij de grootste revolutie in de Europese kerkgeschiedenis ontketende. Voor de Nederlanders niet alleen een godsdienstoorlog, maar ook de strijd tegen de Spanjaarden. Dat was het begin van een onafhankelijk Nederland, waar de 80-jarige oorlog begon in 1568. En na 80 jaar oorlog het ontstaan van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, vastgelegd in 1648 met de Vrede van Münster. Nou, dit jaar, 2017, Lutherjaar, kenmerkt zich met veel evenementen en tentoonstellingen. Wat ik wel bemerk, heel weinig trouwens in onze grensregio. Wel bijzonder is wel in niet zo ver van hier, namelijk Dinslaken, met een speciale tentoonstelling over 500 jaar reformation in land Dinslaken. En die expositie is nog tot 19 november dit jaar. Het is een hele bijzondere expositie. Het gaat over die geschiedenissen in die tijd. En in Dinslaken heerste een sfeer van tolerantie, waar protestanten en katholieken vreedzaam naast elkaar leefden. Zelfs een vluchtoord voor de Nederlanders.
Men noemde het daar dus de kleer van tolerance. Er vonden wel enkele gewelddadige ontmoetingen plaats tussen de Spanjaarden en het Staatse leger om bevel van prins Maurits van Oranje. En nu komt het, want zelfs onze regio wordt nog genoemd, na een succesvolle herovering van Groenlo of Golle in 1595, probeerden Nederlanders de Spaanse troepen in Rijnberg, ten zuiden van Wezel, te overmeesteren. Maar de nadere winter zorgde ervoor dat de Spanjaarden vertrokken. Ik kan u dat zeer warm aanbevelen om naar die tentoonstelling te gaan. Het heet Onderweeks, 500 jaar reformation in Land Dinslaken. En het is een zeker de moeite waard om erheen te gaan. Namelijk de entree van het museum Voswinkelshof in Dinslaken en het parkeren bij het museum in het stadscentrum is zelfs gratis. En dat spreekt de Nederlanders wel aan. Wat spreekt jou trouwens de reformatie aan eigenlijk? Als we nu over dit Lutherjaar hebben. U bent liberaal. Ja. Ja. Dus het geloof staat een beetje op afstand? Het geloof staat bij mij wat op afstand. Ja. Dat had ik overigens al voordat ik zeg maar politiek actief was. Dus van huis uit niet gelovig. Ja. Maar het heeft natuurlijk wel heel veel mede bepaald hoe Nederland eruit ziet. En hoe ik denk ik in de grensstreek ja, zeg maar, daarmee om is gegaan in het verleden. Ja. Ja, de hertogen van Gelre en natuurlijk de bisschop van Münster, die hebben natuurlijk veel gestreden rondom dit gebied. Ja. En dat zie je natuurlijk ook nogal terug her en der in het landschap. Ja. De schotterengoederen die zijn uiteindelijk daar ook uit voortgekomen. Dus we hebben daar wel ja, veel aan te danken. Of in die zin aan te danken. We hebben daar, we kunnen het terugzien in ons gebied. Dus ja, dat, in die zin is dat wel belangrijk. Valt het jou ook niet een beetje op dat, ja, ik mag jou zeggen, ja, of zeker, u, ja. Of dat er weinig aan een evenementen of ja, tentoonstellingen. Ik denk dat het in Nederland niet zo speelt. Het geloof, dus daarom hebben we ook geen vrije dag. Nee, nou ja, ik denk, het geloof is in Duitsland echt nog wel een belangrijk onderdeel van, ja. van het dagelijks leven volgens ja. mij. De kerk is daar nog belangrijker dan hier. Hier is dat allemaal wat minder. De verzuiling is hier denk ik ook wat minder. Is wel mooi. Omdat ik in de grensstreek woon en ik rijd in de auto en dan luister ik nog wel eens naar de Duitse radio. En ik hoorde ook een spotje van de katholieke kerk in Duitsland. Dat ze ook aandacht besteden aan de reformatie. En dat is natuurlijk op zich wel bijzonder. Omdat natuurlijk de katholieke kerk, dat was natuurlijk het afzetten van wat daar gebeurde. En eigenlijk maakte ze een hele mooie brug naar van eigenlijk moeten we weer als christelijke kerken weer wat bij elkaar komen. Zeg maar. Dus je ziet misschien wel een tegenovergestelde beweging vandaag de dag. En, nou, ik vond het toch op zich wel mooi dat daar, ondanks het feit dat ik dan niet zoveel met het geloof heb, vond ik dat toch wel belangrijk. Ja, maar je hebt zeker liberale gevoelens, want het is ook een stuk begin van onze strijd voor onafhankelijkheid van Nederland ten opzichte van de Spanjaarden. Ja, zeker. Of dat helemaal op geloofsgronden was, denk ik niet. Het was natuurlijk ook vooral van wie is de baas in het land. Nou ja, goed, vorige week zelf nog wezen kijken in Groenlo naar de Slag om Golle. Nou, dat was een geweldig evenement. En voor de mensen die kijken die daar nog nooit geweest zijn, kan ik echt aanraden, ga daar de volgende keer naartoe. Het is volgens mij om de 2 jaar, dacht klopt, ik. Klopt. Maar geweldig. Ik geloof dat er 30.000 mensen zijn wezen kijken en het is echt een spektakel. En dan kun je ook nog even beleven wat dat toen, zeg maar, voor de stad Golle betekend heeft. En de hele stad staat dan ook in teken van die slag. Mooi slagveld, maar ook zeker binnen de grachten alles aangekleed volgens de tijd van toen. Dus heel mooi om mee te maken. Ja. Nou, we gaan van Kerkenpad naar een andere weg eigenlijk. Dat is een probleem met die rondweg Eurding. Wat zijn er van problemen eigenlijk? Nou ja, problemen. Wij zitten nu als gemeente in het traject dat wij het bestemmingsplan voor die weg moeten gaan opstellen. Het is natuurlijk al een wens die al heel lang leeft bij onze Duitse buren om daar rondom Eurding een rondweg te realiseren. Nu moet dagelijks heel veel verkeer door eigenlijk het centrum van Eurding. En dan natuurlijk met name ook de vrachtwagens die er allemaal doorheen moeten. Mm. Ja, dat veroorzaakt natuurlijk wel de nodige overlast, zeker voor de aanwonenden. Dus is in het verleden gezegd van er moet een rondweg komen. Ja. Daar is ook een verdrag tussen Nederland en Duitsland over. Dat is een staatsverdrag. Staatsverdrag is daarover afgesproken. Is dat een behoorlijke status? Ja, dat heeft wel een status. Daar ga je niet zomaar van zeggen, dat doen we even niet, zeg maar. Ja. Dat is wel van belang. Ja. En het is uiteindelijk is het ook de opdracht van de provincie aan ons als gemeente om dat bestemmingsplan te draaien. Er is in het verleden ook voor gekozen dat Winterswijk zelf het bestemmingsplan doet. Ja. Dat gaat over dat stuk over de Blankensweg en die rotonde in de Kortenseweg. Ja, klopt. Ja. Ja, en het is zo dat de provincie is zelf wel bevoegd gezag. Die hadden dat zelf ook kunnen doen met een zogeheten provinciaal inpassingsplan, zoals dat zo mooi heet. Ja. Waren zij verantwoordelijk geweest, dan hadden wij als Winterswijk kunnen zeggen van nou, we bemoeien ons er niet mee en de provincie gaat lekker aan de slag. Ja.
Maar onze gemeenteraad heeft gezegd van nee, we willen zelf verantwoordelijk zijn. We willen zelf daar die kar trekken. En dat betekent ook dat je, ja, wij gaan er toch ook op een andere manier denk ik mee om dan een provincie. Mm. Dus wij gaan ook echt in gesprek met de buurtbewoners. En op basis van die voorgesprekken waar we nu eigenlijk in zitten, hebben we gezegd, nou, we moeten even een pas op de plaats maken. Dat we dat op een zorgvuldige manier doen. Want vanuit de buurt, en dat begrijp ik wel, is natuurlijk best wel weerstand tegen die weg. Want ja, niemand zit natuurlijk te wachten op een rondweg in de achtertuin of in de voortuin. Ja. Maar de gemeenteraad van Winterswijk heeft in ieder geval in het verleden gezegd, wij vinden het algemeen belang in dit geval zwaarder wegen dan het, zeg maar het individuele belang. Mm. En dat algemene belang ligt dan toevallig wel in Duitsland. Maar goed, wij hebben een goede relatie met onze Duitse buren. Dus ja. In die zin maakt dat niet uit. En wij willen daar gewoon serieus naar kijken. Nou, ja, maar wij wilden. Sorry. Maar u kunt toch wel voorstellen dat de buurt behoorlijk kwaad is. Want met de zomer was dan die presentatie in de Meerswerkhallen, in de Jacobiahallen. En daar werd een beetje verbaasd gereageerd dat u die rotonde 75 meter ten oosten, ja, dus meer tegen die woningen heeft. Ja. We wil gaan realiseren waar, ja, dan die weg ook dichter bij hun tuinen, ja, komt. Ja. Nou, dan kan je, nee, wel voorstellen dat je niet zo blij bent. Nee, nou, het heeft te maken met het feit dat er zijn meerdere trajectkeuzes al geweest, zeg, ja, maar. En uiteindelijk is, ja, dit traject zoals het er nu ligt, is uiteindelijk besloten. Alleen omdat wij als gemeente zeg maar de Kottenclub konden aankopen, ja, en daarmee ook een grondpositie in het gebied kregen, was het logisch om de weg te verschuiven naar dat perceel. Mm. Want dat scheelt in het verdere traject natuurlijk ook aankopen bij particuliere eigendommen daar. Ja. Dus het is eigenlijk een hele praktische. Maar je neemt aan dat de financiering vanuit Duitsland gebeurt. Ja, dat klopt. Nee, dat klopt. De knip toch niet open? Nou, wij doen de knip ook niet open. Ja. Wij hebben hem aangekocht vanwege andere grond, omdat wij bang, ja, waren dat daar ontwikkelingen gingen plaatsvinden die we liever niet hadden. Dus hebben, ja, gezegd, nou, we hebben nu de kans om het te kopen, dus doen we dat. Ja. Een mooie bijvangst was in ieder geval die zin dat we daarmee in ieder geval ook een stukje tracé konden realiseren. Ja. In ieder geval op eigen grond. Hè. Dat scheelt in ieder geval, ja, maar, ook in de onderhandelingen vanuit de provincie met de eigenaren. Is dat natuurlijk gewoon praktisch. Maar wat voor speelruimte heeft u nou richting die Blankensweg? Dat, nou, is toch helemaal niet. Die weg komt er toch, zegt u zo? Ja, die weg die komt er. Of komt er geluidswal? Maar we gaan inderdaad kijken van hoe kun je hem nou op een goede manier wel daar neerleggen, zodat mensen in ieder geval zo min mogelijk overlast ervaren. Kijk, dat mensen er last van krijgen, klopt. Ja. Hè, die weg komt daar gewoon. Ja, nou kunt, hebben ze min of meer voor de deur. Ja, maar. En dan krijgen ze nu min of meer via de achterdeur. Nou ja, goed, je kunt er nog een beetje op schuiven, want er, ja, ligt ook nog een retentie in waarvan de mensen zeggen van, goh, is die retentie daar nodig? Hè? Want zo'n, ja, weg, dat normaal dan het water wat valt, dat zakt in de grond. Ja. Maar als je weg hebt, dan moet dat afgevoerd worden. Nou, daar is de retentie voor bedacht. Ja. Daar kun je nog wat mee schuiven. Dus het kan best zijn dat die nog wat links of naar rechts gaat. Mm. Dat je daarmee misschien ook nog wel weer de rotonde kunt verschuiven. Maar dat zijn nou echt die gesprekken die we nu aan het voeren zijn, ook met de bewoners. Hoe lang duurt dat? Nou, bent u nou mee bezig? Ja, we gaan volgende week gaan we met de commissie van de gemeenteraad gaan we kijken. Zodat ook dan neemt u polshoogte hoe het eruit ziet. Precies. Wat nou eigenlijk de bedoeling is. Vaak als je in het veld staat, dan is dat toch anders, ja, dan op een kaartje. Hè. Dat is altijd zo. Ja, dat is altijd zo. Dus ik ben daar zelf ook een aantal, ja, keren al met de mensen van de gemeente geweest om te kijken. We hebben ook gesproken met de buurt. Ja. Dus die hebben ook gezegd van, goh, kan het zo, kan het zo? Moet die bocht zo? Er zit een bocht in de weg. Nou, kan dat anders? Hoe ga je om met licht? Hoe ga je om met geluid? De snelheid bijvoorbeeld. Dit is een provinciale weg, Kottersweg 80. In Duitsland mag je buiten de bouwde kom 100. Ja. Hoe ga je ermee om? Kan het ook 50 worden of kan het 60 worden? Zoals we in het rest van het buitengebied Winterswijk ook hebben. Ja. En dat zijn zaken, daar kun je het echt over hebben nog wel. De provincie is ook wel bereid om daarover mee te denken. Ja, niet alles is mogelijk. Maar we gaan wel kijken van hoe kun je het nou zo doen dat de mensen er zo min mogelijk overlast van krijgen. En er wordt ook gedacht aan geluidswerende maatregelen. Nou ja, je kunt denken, ik noem maar een voorbeeld. Misschien doorzichtbare schermen. Ja. Waar je eventueel kunt integreren met zonnepanelen. Ja, dat is een optie. Dat doen ze in Gelsenkirchen bijvoorbeeld. Maar sommige mensen zeggen dan weer van, ja, ik wil niet achter een wand zitten. Ook al is die zeg maar doorlatend. Nou, dan kunnen ze daar de energie van afhalen. Dan komen ze nog wel tegemoet. Het zou kunnen. Ja, je zou moet wel een beetje creatief. Nou ja, weet je, als mensen daar ideeën over hebben. Die mensen die daar wonen en die zeggen van, goh, wij willen het zo of zo. Dan kan dat. Daar is over te praten. Kijk, uiteindelijk de provincie en uiteindelijk de Duitsers moeten betalen. Dus die zullen ook daarover meepraten natuurlijk. Van wat is het waard om dingen mogelijk te maken. Je zit ook nog met een stukje veiligheid, want je kunt niet overal bijvoorbeeld een wal maken, want dan zit je met de bocht met het zicht, zeg maar. Dus dat, ja. Ja, maar met glas kun je mooi buigen. Dat is waar. Dat is waar. Dus, maar goed, dan krijg je misschien wel weer kaatsing van het licht weer, waar mensen niet op zitten te wachten. Eigenlijk, wij kunnen nog over heel veel dingen spreken. Dat is eigenlijk het verhaal. We zitten nu in het voortraject. Wij noemen dat in Winterswijk, noemen wij een stukje de zeg maar de burgerparticipatie, hè, van hoe de betrokkenen paragraaf, hè, neem de mensen mee.
Dat traject zitten we nu nog. En u vroeg net van die vertraging, zeg maar. We hadden eigenlijk in december hadden we het bestemmingsplan eigenlijk al willen vaststellen in de raad. Ja. Nou, dat gaan we niet redden. Ja. Dus dat wordt volgend jaar. Het is niet zo dat dat, denk ik, ergens eind volgend jaar pas gebeurt. Dat moet echt wel iets eerder. Maar we willen wel in ieder geval alle betrokkenen meenemen in het verhaal. Ik vrees dat u nog meer vertraging heeft, ook aan de Duitse kant. Want ik heb al begrepen, daar is ook de minister geweest. Ik geloof van de Bondstaat. En dan moet alles nog weer landelijk herinpasbaar gemaakt worden. Ja, elk land heeft zo zijn eigen procedures. Ja, goed, maar bent u niet bang? Het spul dan misschien al klaar in de Duitsers? Kijk, je moet een keer door dat traject heen. En dat geeft ook van twee kanten rechtszekerheid. Van de ene kant voor de mensen die daar wonen, die weten dan ook waar ze aan toe zijn. Kijk, op het moment dat het ergens blijft hangen, zeg maar, is het altijd lastig. Stel, mensen willen hun huis verkopen. Dan hangt het in het midden van komt die weg er nou wel, komt die weg er nou niet. Nou, dat doet iets ook met je verkoopbaarheid van je huis. Ja. Dus op het moment dat je de beslissing neemt van hij komt er zo te leren weten mensen waar ze aan toe zijn, geeft ook rechtszekerheid. Geeft ook recht op eventueel op schadevergoeding, zeg maar. Hè, want dat zit ook altijd in het traject. Ja. En op het moment dat je dan iets wil, dan weet je ook gewoon van nou, het komt zo en het is voor iedereen helder. Dus als je dan, stel je zou daar een huis willen kopen, dan weet je ook gewoon van ja, hier komt die weg. Heb ik dat ervoor over? U denkt dat het allemaal nog parallel loopt met Duitse? Nou, nee. We hebben ook een ander voorbeeld gehad. Daar bij de Kuipers, zeg maar, dat ging over een heel ander project. Ja, dat klopt. Daar liepen wij altijd voor en opeens lag de weg in Duitsland. Ja, precies. Zo is dat. Maar goed, zo'n weg als deze ligt er natuurlijk niet vandaag op morgen. En ik verwacht ook niet dat de weg in Duitsland er sneller zou zijn dan de procedure die wij in Nederland moeten lopen. Hmm. Dus het geeft ook niet dat we er wat langer over doen. Als het maar zorgvuldig gebeurt, dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja. Vorige week de laatste begrotingsbehandeling. U bent wethouder van Financiën. Aangekondigd vertrek na de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Waarom? Ja, nou, ik ben nu twee periodes wethouder geweest. Dus dat is straks in maart is dat 8 jaar. Ik vond dat voor mezelf een natuurlijk moment om te zeggen van dan stop ik ermee. Zo'n eerste periode, daar ben je helemaal fris en fruitig, zeg maar. En dan kijk je ook overal best wel, ook naar zo'n organisatie, krijg je best wel kritisch van, goh, waarom gaan de dingen zoals ze gaan? Je kijkt nou niet meer fris en fruitig aan? Nou, het is zo, in zo'n tweede periode ben je vooral bezig met de uitvoering van wat je in de eerste periode bedacht hebt. Ja. En in de derde periode, dan kom je langzamerhand van, oké, en wat ga ik dan doen? Je komt dingen tegen die je zelf in het verleden besloten hebt, zeg maar. Hè. Dingen veranderen weer, dus... Ja, ik heb altijd zelf voor mezelf zoiets, op het moment dat je je niet meer afvraagt waarom doen we de dingen zoals ze gaan, zeg maar, dan wordt het ook een keer tijd om te zeggen ik ga weer op zoek naar wat anders. En voor mezelf heb ik zoiets van, ik vind 8 jaar vind ik een mooie periode. Ik vind het nog steeds heel erg leuk. Nou, dus je kunt wel een lof van de SP zelf. Ik ga ook niet weg omdat ik zo'n mooie sluitende begroting presenteerde. Nou, dat gelukkig hebben we de winstwerk heel vaak. In de crisistijd hebben we het een paar keer gehad dat het erg moeilijk was om een sluiter te krijgen, maar het is altijd gelukt. En ik denk dat de schuldenlast is ook wat minder? De schuldenlast is fors minder geworden. Dus, die zit nou op? Nou, we zitten nu ergens het eind van de 70 miljoen. Dus nog steeds eigenlijk wel een beetje te veel. Het mag nog wel wat lager. Waar moet dat ongeveer mee in? U zit met die rente, hè? Die moet, Het is meer van... Die rentelast of niet? De rentelast is één. De rente is natuurlijk nu laag. Maar wie zegt dat over 10 jaar de rentelast nog steeds laag is? Ja. Nu is het nog betaalbaar? Ja, dat weet je niet. Ja. Maar ook de provincie, die is toezichthouder bij de gemeente, die kijkt ook van hoe sta je als gemeente. En we zitten nu weer aan de goede kant van de streep, om het zo te zeggen. Dat mag nog wel wat lager. Ja, en dat betekent wel dat u voor de gemeenteraadsverkiezing nog op de lijst komt te staan bij de Liberaal. Mits het bestuur u... Ik heb aangegeven dat ik beschikbaar ben om in de raad te gaan. Ja. En ik ga er ook wel vanuit dat de leden straks bij de ALV, zeg maar, mij op een verkiesbare plek neerzetten. En dan is het uiteindelijk aan de kiezer of ze de VVD het vertrouwen geven om weer verder te gaan. Wat doet u dan met een signaal als u heel veel voorkeursstemmen krijgt? Nou, moet dat vertaald worden? Als fractievoorzitter of wat dan ook? We zeggen altijd, de kiezer heeft gelijk. Dat klopt. En als de kiezer of een deel van die kiezer zegt... Ik kom niet terug als wethouder. Dat kan ik niet. Nee, maar goed, dan zou je voor... Dat ligt aan de fractie dan tegen. Want het loopt wel goed met die kandidatenlijst, met de Liberaal. Ik hoor nog wel dat het nog wel eens moeilijk is. Nou, in algemene zin kun je wel stellen dat het best lastig is als politieke partij. Maar ik denk dat dat voor elke politieke partij geldt om kandidaten te krijgen. Want je vraagt nogal wat van de mensen. Hè. Ja. De meeste mensen weten dat niet. Maar als raadslid ben je toch al gauw zo'n 10, 15 uur per week ben je wel bezig met het raadlidmaatschap. Dus het kost wel wat tijd. Het is meer dan alleen maar een hobby.
Je moet je goed verdiepen in de materie. Je hebt een verantwoordelijkheid. Dus niet iedereen wil dat. Niet iedereen heeft die tijd. Ik denk dat wij een lijst krijgen die weer vol zit met mensen met ambitie. En ook met nieuwe mensen. En ook, ook zittende mensen. Dus een stukje ervaring, een stukje vernieuwing. Ja. Als ik in de raad kom, dan hoop ik in ieder geval mijn bestuurlijke ervaring van de afgelopen periode ook mee te nemen. Zodat we ook een volgende periode weer goed ook in een coalitie bijvoorbeeld kunnen samenwerken. Nou, u bent niet bang dat u weg kwijnt, want er zijn vaker en bij oude wethouders gehad, ook, met name ook bij het CDA, ja ook bij de VVD trouwens. En die dan later als raadlid verder zijn gegaan en toch niet meer zo prettig voelde in de nieuwe functie. Je bent er wat flexibel, makkelijker. Ik ben er een beetje toevallig ingerold, zeg maar. Ja. Ik de vorige twee periodes elke keer op de lijst gestaan, ook gekozen, zeg maar, in de raad. Ja. Maar ik heb nooit in de raad gezeten, behalve dan de eerste periode, een paar maanden voordat de coalitie kwam. Dus in die zin, ik heb nog niet die ervaring van raadslid. Heel veel wethouders die rollen erin, die zijn eerst bijvoorbeeld raadslid geweest of fractievolger. En vervolgens worden ze een keer wethouder. Voor mij geldt het een beetje andersom. De ervaring van de raad heb ik nog niet. Het lijkt me heel erg leuk. En ook een ervaring om zeg maar nu eens een keer vanaf de andere kant mee te helpen. Ja. Ik ben nog steeds bezig met Winterswijk. Iets meer op afstand natuurlijk dan als wethouder. Maar ik zie dat wel zitten. En wat van werkvelden is dan voorkeur? Of wat weer financiën? Het is wel gebruikelijk als je als oud-wethouder weer terugkomt in de raad. Dat je dan niet de portefeuille gaat doen die je daarvoor als wethouder hebt beheerd. Dus dat zou nog een liberale wethouder ook nog worden. Dan krijg je een tweede wethouder dan in de raad. Dan krijg je wel echt dualisme. Maar volgens mij is dat niet verstandig om dat te doen. En wat gaat u zelf nog doen? U gaat ook nog met een eigen bedrijfje beginnen? Nou ja, dat is natuurlijk de volgende vraag, wat ga je doen als je geen wethouder meer bent? Ja. Ik heb voor mezelf in ieder geval besloten dat ik in ieder geval ga proberen om iets voor mezelf te gaan starten. Wat ik de afgelopen periode heel erg leuk vond om te doen was plattelandsontwikkeling. Daar heb ik een beetje ook een verleden in. En ik hoop me daar in ieder geval wat verder in te ontwikkelen. En ik zie daar ook landelijk gezien wel wat kansen, zeg maar. Ja, nou bedankt voor de toelichting. Ja, veel succes. Dank u wel. Er zijn nog een paar maanden nog wethouderschap. Ja, we gaan in ieder geval nog tot maart, tot de verkiezingen, gaan we campagne nog vol aan de bak. Dan moeten we nog campagne voeren. Moet de plek veiligstellen. Nog veiligstellen. En dan krijg je nog een coalitieonderhandeling. Dus ik denk dat ik ergens in mei een keer afzwaai als wethouder. Goed, nog bedankt. En we gaan over met een reclameblok. Wij gaan over naar muziek. Leonie Scholten. En die zingt iets moois. En dus de zangeres, beeldschone zangeres uit
Auto. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just you, man. Deep down I know this never worked. But you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. Darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look, gain some self-control. Deep down I know this never worked. You can lay with me so it doesn't hurt. Won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Oh, won't you stay? You're all I need. This same love is clear to see. But darling, stay with me. Ja, dat was Leonie Scholden, een nummer van Sam Smith, hè? Stay with me. Yes. Nou, je verheug je wel komende vrijdag, hè? Dan komt een nieuwe album van hem uit. Of niet? Ja, zeker. Dan kun je weer wat nieuwe nummers in je repertoire opnemen. Ja. Je bent toch gek op zulke artiesten? Is je voorkeur? Zoiets, ja. Die soort muziek eigenlijk. Alle soorten muziek eigenlijk wel. Maar dit is heel speciaal. Dit vind ik een heel mooi nummer, ja. Het is echt een evergreen langs me aan het worden. Dus hij zou bij jou wel op het lijstje staan voor de top 2000? Ik heb net niet. Ja, ik vind het heel moeilijk om zulke lijstjes samen te stellen. Want ik vind eigenlijk bijna alle muziek wel mooi. Dus dat wordt een lijst van 2000 titels. Ja, zoiets. Ja, je mag er maar 15 doen, geloof ik. Ja, goed. Jammer. Tegenover of naast me zit de waarnemend burgemeester van Alten, Arnold Gersen. Welkom hier. Dankjewel. In de Baderie Winterswijk. U bent al vanaf 18 januari waarnemend burgemeester. En u bent de opvolger van Bert Berghoef. Ja. Daarvoor was u ook nog burgemeester van Zutphen. Zeker, ja. Ook waarnemend of vast? Nee, vast. 17 jaar zelfs. 17 jaar. En daarna voor nog een andere stad, Apeldoorn, wethouder. Wethouder geweest, ja. Ja. En wat valt u nou op? U bent daar bestuurlijk actief geweest in die grote plaats, maar dat kun je toch wel zeggen, met name Apeldoorn. En dan zo'n plaats als Alten met, wat is het, ongeveer een kleine 29.000 inwoners. Met de kern Dinxperlo, Bredevoort en de buurtschap. Ja. Wat valt u eigenlijk op? Nou ja, met Apeldoorn zijn er wel wat overeenkomsten, want Apeldoorn wordt toch wel vaak vergeleken met alleen de stad Apeldoorn. Maar Apeldoorn heeft natuurlijk een heel groot buitengebied. Eigenlijk is het een hele complete gemeente. Van een centrumplaats met gebied eromheen valt onder één gemeentebestuur. Ja. Ik heb dat wel eens compleet besturen genoemd. Dat je stad en platteland allebei onder hetzelfde bestuur hebt vallen. Dus het is ook een groot buitengebied ook. Ja, enorm. Met heel veel dorpen ook die zeer vergelijkbaar zijn qua schaal met Aalten, Dinxperlo en ook de buurtschappen komt allemaal voor. Of je nou over Uddel, Beekbergen, Hoenderlo, Loenen en noem maar op. Dat valt allemaal onder de gemeente Apeldoorn. Ja. Dus, ik kom uit Brummen van oorsprong, ben een boerenzoon, ben op het platteland opgegroeid. Ja. Dus die hang heb ik altijd gehouden. Ik ben wel heel erg gevallen voor de stad toen ik in Zutphen zat.
En ja, de vraag is eigenlijk, wat is nou het verschil? Dat de onderwerpen zijn hetzelfde, zeg ik steeds, maar de manier waarop ermee omgegaan wordt is toch anders. Waarvan op zich is hier een beetje jojo en dat is nog geen jij. Is het wat directer? Nee, dat zou ik niet. Nou, in de stad is het wat stadser. Ja. En hier is dat rekening houden met elkaar is een meer vanzelfsprekendheid. Ja. Het is degelijk, het is wel overwogen, het is heel erg betrokken op elkaar. Dus ook, dat maakt het ook wel eens ingewikkeld. Maar ik vind het zeker een hele plezierige ervaring in de 10 maanden die ik er nu ongeveer op heb zitten. Ja. Hoe bevalt dan ook de sfeer in de raad? Als we nou even beelden kunnen tonen op ons scherm. Want u heeft toen de laatste raadsvergadering, uw opvolger is toen bekendgemaakt, Stapelkamp. Hoe is de sfeer daar in de raad? Wat valt u op? De sfeer in de raad is bijna altijd goed. En af en toe wordt het even vinnig als men het niet met elkaar eens is. Maar dat mag ook, want je zit ook in de raad omdat je een eigen standpunt hebt en dat probeer je ook naar voren te brengen. En dat, dus dat de discussie af en toe even oplaait, dat vind ik eigenlijk alleen maar prettig. Er zijn ook raadsleden die dat nadrukkelijk prettig vinden. Maar er zijn, en u bent er altijd zelf bij, er zijn maar zelden onderwerpen waarbij we aan het eind van de discussie niet kunnen concluderen dat met algemene stemmen of met een hele grote meerderheid de voorstellen worden aanvaard. En, ja, die gezamenlijke kracht, dat uiteindelijk staan voor het algemeen belang, hoe mooi dat ook klinkt, maar dat ervaar ik echt zo in Aalt. Ja, want vroeger was het altijd een beetje de CDA aan de ene hoek en de andere kant de oppositie, maar dat wisselt nu veel meer. Dat valt u ook wel op? Nee, want ik ken natuurlijk de situatie van de woning zo goed. Nee. Ik constateer alleen dat er niet ook echt. Het wordt wel eens gezegd, maar in de praktijk is de tegenstelling tussen coalitie en oppositie niet scherp. Nee. Het is niet per definitie slecht als het. Dat is prettig als voorzitter zijn? Ja, dat is zeker prettig. Ja. Maar ik vind dat ook naar de burgers toe veel beter uit te leggen dat de gemeenteraad er, of je nou oppositie bent of coalitie, uiteindelijk zit om in zo groot mogelijke eensgezindheid de gemeente te besturen. Ja. En ook luisteren naar elkaar is daarin een belangrijk element. En dat gebeurt toch ook best wel goed. Zelf vindt de raad dat er wel wat meer onderlinge discussie mag zijn. Als waarnemer nog van buiten komend vind ik dat ook wel. Er is niet, het politieke debat is niet heel vaak echt aanwezig. U doet dat ook met de komende begrotingsbehandeling. Dit is nu op dinsdag 7 november. Wat verwacht u daar? Aalten is redelijk gezond. Ja, of gezonder dan Winterswijk zelfs? Wat we in alle gemeenten horen, ik meende het net ook over Winterswijk te beluisteren, is financieel wat meer ruimte. Dus al die jaren die we nu achter ons hebben, waarbij steeds gediscussieerd moest worden over het verdelen eigenlijk van de tekorten, van de armoede, van waar moet je en waar kunnen we nog op bezuinigen, is er nu voor het eerst weer ruimte om met elkaar in discussie te gaan over wat gaan we eventueel nog weer extra doen. Wat valt er voor te verdelen, denkt u? Ja, nou ja, kunnen we dingen die we noodgedwongen geschrapt hebben in de afgelopen tijd misschien alsnog weer in ere herstellen? Nou ja, ik verwacht daar wel debat over. En wat is. Je mag helemaal geen standpunt innemen. Dat is een beetje vervelend soms, of nee, niet? Nee, in het college heeft de burgemeester wel kriebelt een stem. Kriebelt bij u nou af en toe niet van. Nee, ik voel me heel erg in de positie om dienstbaar te zijn aan de besluitvorming in zo'n gemeenteraad. Dus. Ja. Ik kan heel goed onderdrukken dat ik daar zelf ook een mening over zou moeten hebben. Nooit, ik ben vooral dienstbaar aan het proces. Is dat nooit geuit, ook niet in Toen ik wethouder ook niet in Zutphen. Ja, wethouder toen natuurlijk. Ik wethouder was, toen zat ik daar heel anders in. Ja. Toen had ik ook zelf een partijpolitieke boodschap te brengen en een eigen programma. Dat heb ik als burgemeester niet, dus je hebt een heel andere rol. Ja. Ja, eind december dan stopt u, dan gaat u weg, dan neemt Stapelkamp over. Want ik dacht dat het ergens. 22 december de speciale raadsvergadering. Nou, daar zit u nog voor. En dan krijg je de wisseling van de wacht. Nou, ik denk dat ik de 22e niet meer voor zit. Ik denk dat. Dat is allemaal een beetje een formeel punt. Maar waarschijnlijk loopt mijn benoeming als waarnemer af op de 21e 's avonds om 12 uur. Ja. En dan is officieel natuurlijk de nieuwe burgemeester eigenlijk al aangewezen, maar nog niet geïnstalleerd. Dus dan zal de loco-burgemeester
in die periode tot aan de beëdiging de zaken waarnemen. Ja, en wat gaat u daarna doen? Voor mijn gevoel ga ik voor de tweede keer met pensioen. Want voordat ik hier in Aalten begon, was ik al bijna een jaar thuis. Ja. En mijn vrouw heeft ook gezegd van, we gaan nu weer even al die andere dingen doen. Dus er wordt weer een jaar thuis? Nou, zoiets. Ja, ja langt nee, wel of? Nee, men vraagt natuurlijk regelmatig van, ga je ook nog weer een waarnemer doen? Nou, in de eerste plaats ga je daar niet zelf over, omdat je ervoor wordt gevraagd of gepost. Ja. Maar ik heb deze ervaring in Aalten wel zo leuk gevonden dat ik niet op voorhand nu uitsluit dat ik nog een keer ja zeg. Mm-hmm. Maar ik heb wel een paar overwegingen voor mezelf. Het moet een gemeente zijn waar ik het gevoel heb dat ik erbij pas, dat het lukt. Ik heb ook geen zin om ergens naar het midden van het land te moeten rijden, 's morgens en 's avonds een uur in de file. Ik bedoel, ik ben eigenlijk met pensioen, dus ik ga niet vrijwillig in de drukte zitten. Dus, dit kwam er natuurlijk mooi uit met Zutphen richting... Ja, dat is fantastisch. Alten en heen en terug. Fantastisch. Het is wel een uur rijden ongeveer, maar ja, uurtje, en u zit er niet in de file. Ja, tenzij op zo'n reformatiedag. Ik heb regelmatig had ik maiswagens, mestwagens en opraapwagens en zo voor me. Ja. Dus dat maakt het allemaal wel heel charmant eigenlijk. Ja. Ja. Nou bent u bestuurder, uw wortel zit bij D66. Ja. U zit er nog steeds, neem ik aan. Jazeker, ja. En wat vindt u dat D66 nou meer doet in dit kabinet? Nou, dat is mijn persoonlijke opvatting. Ik had wel heel veel moeite mee dat D66 toch bereid was om de verantwoordelijkheid te nemen. Dat vind ik op zichzelf bewonderenswaardig. Ja. Om in deze samenstelling uiteindelijk tot een regering te komen. Het land moet uiteindelijk geregeerd worden. Mijn persoonlijke opvatting was dat er niet zo snel gecapituleerd had moeten worden, waarbij GroenLinks aan zijn verantwoordelijkheid kon ontkomen door ernaast te gaan staan. Ik vind dat heel jammer. Dus er is een partij die ook veel gewonnen heeft in de verkiezingen, die zegt van, nou, wij doen niet mee, en dan gaan de anderen maar noodgedwongen, in zo'n soort gevoel, met elkaar verder. Dus dat was mijn favoriete optie geweest. Die is niet geworden. Ik denk dat er nu een heel verdedigbaar programma ligt. Niet op alle punten ben ik daar natuurlijk blij mee, maar dat kan ook niet. Want je moet met vier partijen eruit zien te komen. Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe het zal gaan. Ja, wat vindt u van het standpunt over die gekozen burgemeesterschap? Nou ja, wat nu overeengekomen is, dat is dat... Het staat in het regeerakkoord, hè? Ja, maar er staat in het regeerakkoord dat er wordt doorgegaan met het uit de grondwet halen van de kroonbenoemde burgemeester. Wat nog niet wil zeggen dat daarmee ook al besloten is dat dan, als dat zover is, er een normale wet komt die gaat voorschrijven dat de burgemeester gekozen gaat worden door de bevolking. Dat is in feite nog open. Dus alle voorbereidingen worden getroffen om dat wel te kunnen doen. Ja. Maar er is niet afgesproken dat dat gaat gebeuren. Dus wat een slag om de arm eigenlijk. Ja, ik denk dat de partijen het daar nog niet over eens konden worden. Daar is waarschijnlijk wel een meerderheid voor in de Kamer. Maar het is de vraag of er ook een meerderheid voor was in de partijen die nu de regering gaan vormen. Ja, maar levert u dan als D66, want dit is een van die kroonjuwelen, levert u daar niet te veel in? Want u laat het referendum ook al gaan. Nou ja, kroonjuwelen heb ik sowieso, die moet je sowieso in de kast laten staan. Daar moet je niet te veel mee doen. Ja, maar ze noemen dat altijd bij jullie. Net als het zilver. Nee, dat noemen anderen altijd zo. Oh, noemen ze dat ook. Ja, maar het is wel duidelijk wat daarmee bedoeld wordt. Ja. Nee, natuurlijk blijft D66 de gekozen burgemeester verdedigen. Ik heb daar zelf ook wel opvattingen over, want dat zal uw volgende vraag wel zijn. Ja. Ja, want daar vind ik ook dat je naar een echte benoemde burgemeester moet gaan, die ook met een eigen programma de verantwoordelijkheid krijgt om ook zelf de wethoudersploeg samen te stellen. En daar met die ploeg verantwoording af te leggen bij de gemeenteraad. Dus met andere woorden, in de huidige manier van werken, de burgemeester in plaats van, nu wordt hij feitelijk benoemd door de gemeenteraad. Ja. Om dat door de bevolking te laten doen en verder aan het systeem niks te veranderen, zou ik niet voor zijn. Ik vind dat je dan ook meer, ja, dat heet dan meer een presidentachtige burgemeester die met een eigen programma naar de bevolking gaat en zegt, als u mij kiest, dan ben ik van plan dat en dat allemaal te gaan doen. Die zoekt daar dan zijn wethouders bij en moet dat
ten overstaan van de ook gekozen gemeenteraad aan verdedigen. Een soort minister-president op lokaal niveau eigenlijk. Je krijgt eigenlijk... Dus dan komt hij te veel in het politieke vaarwater of in de juist. Nee, maar je krijgt precies een omkering. Nu zijn de wethouders voort, die komen nu voort uit de politiek. En de burgemeester is een tamelijk neutrale figuur die vaak van buiten komt. Ja. In mijn opvatting gaat het dan andersom. Ja. Komt de burgemeester uit de lokale verhoudingen voort. Ja. Ja. Die moet draagvlak hebben in de eigen gemeenschap. En die zoekt bij zijn programma de geschikte wethouders. Ja, dat heeft Duitsland Middelburg, hè? Ja. En, dat, vindt u daar dan een voordeel? Of, ja. Ik vind het Duits systeem is een van de voorbeelden. Ik zou niet zo voor het Engelse systeem zijn met al de vertegenwoordigingen per district, zeg maar. Want dan de winner takes it all. En dan zijn alle anderen weg. Ja. Als je iets meer dan 50% hebt, dan heb je ook... Ja, sowieso met 51%. Dus, ja. En dan vertegenwoordig je niet de hele draagvlak van de bevolking. Dat is daar veel minder een item dan bij ons. Wij hebben altijd nog het gevoel dat als je de verkiezingen wint, heb je toch de verantwoordelijkheid om degene die niet gewonnen hebben ook mee te nemen. Ja. In je beleid. En dat is in dat systeem veel minder. Ja. Dat wordt 7 november de laatste begrotingsbehandeling. Wat verwacht u verder? Ja, ik heb al een kijkje mogen nemen. Vindt u dat trouwens prettig? In Winterswijk hebben we altijd nog die eerste en tweede termijn. En dan gaan we meteen door naar tweede termijn. Hè? Dan krijg je meteen de beantwoording van het college heb je al. Ja, ik maak het voor het eerst mee, dus dat is mij uitgelegd hoe dat gaat. Ja. Het voorkomt wel heel veel voorleestijd. Ja. De teksten van de algemene beschouwingen zijn inmiddels klaar. Ja. En die kan iedereen van tevoren lezen, dus is in Aalten gezegd, ik snap dat op zich wel. Ja. Want dan gaan we dat niet nog eens in eerste termijn allemaal voorlezen. Mm. Dan gaan we ervan uit dat iedereen het gelezen heeft en dan kunnen we meteen verder gaan daarover in discussie te gaan of eerst het college te laten antwoorden op die algemene beschouwing en dan in discussie te gaan. Ja. Ik vind dat wel een heel verdedigbaar systeem. Ja. Verwacht u nog gevoelige moties, bijvoorbeeld ook over de Bechelerdijk, hoeveel geld daarin moet? Nou, volgens mij niet, want de gemeenteraad heeft daar een besluit genomen dat het nu eerst wordt uitgezocht wat de verschillende denkbare varianten gaan kosten. Ja. Daar kan niemand niet anders aan. Maar niet dat we iedereen voorschot, dan doen we een paar... Nee, maar... Ik lig daar sowieso niet van wakker wat er eventueel zou kunnen komen. Nee, dat is uw opvolger, hè? Heeft u helemaal getroffen, de opvolger? We hebben even kennis gemaakt. Wat is uw indruk? Ja, een hele enthousiaste, betrokken man die het heel leuk vindt dat hij nou ook net in Aalten aan de slag kan. Dus, het is wel heel komisch, want de landelijke doet ChristenUnie samen met D66 in de regering. Ja, maar dat heeft hier niks mee te maken. Nee, snap maar misschien dat je... Daar ook nog wat van gedachten hebben uitgewisseld misschien? Nee, we hebben een half uurtje koffie gedronken met elkaar en hebben het over hele andere dingen gehad. Nee, en in het kader van de overdracht, kijk, hij is nog op dit moment nog de voorgedragen kandidaat. De kroonbenoeming moet nog plaatsvinden. Ja. Dus de officiële uitwisseling van de... laat ik zo zeggen, hij is wel uitgekozen, maar hij is nog niet benoemd. Dus daar zit nog een formele barrière. Ja. Om al te veel uit te wisselen. Dat hoeft ook nog niet, daar hebben we nog tijd genoeg voor. Ja, nou, je stopt dan, wat is je toekomstplan verder dan? Grote tuin, die daar gaat hobbyeren? Genieten van mijn oude dag. Ja, ik doe inderdaad veel in de tuin. Ja. Ik zaag en hak nog steeds mijn eigen kachelhout. Dat vind ik heel leuk om te doen. Ja. We hebben een kampeerauto. Dus u zit er warmpjes bij? Ja, dat betreft wel. We hebben een kampeerauto, daar gaan we graag mee op reis. Dus dat hebben we nu, we zijn een hele reis aan het plannen alweer in het vroege voorjaar. Dat zijn de dingen waar ik ook wel naar uitkijk. En ja, ik wist het van tevoren niet. Ik vond het eerlijk gezegd altijd een beetje sentimenteel gepraat van oudere mensen. Maar ik doe het nu zelf ook, want kleinkinderen is een enorme ervaring. Dus daar heb ik nu ook weer wat meer tijd voor. Oh, ze begonnen al te klaar. De jongste kleinkind zei, straks ben je weer echt pensioenopa. Ik zei, straks ben ik weer pensioenopa. Dus, en in de politiek gaat er nog iets? Ik doe in de partij wel een paar dingen. Ik zit in een commissie voor de integriteit binnen de partij. Dus als er ergens vragen zijn of problemen, dan kunnen wij als commissie daar achter de schermen adviseren. Dat soort dingen, dat doe ik wel graag. Ja. Nou, we gaan weer verder met muziek, Leonie Scholten. Die kent u uit de Aalten of niet? Ja, we hadden elkaar wel eens gezien. Ja? Maar
Nou, ik heb vooral van haar gehoord en gelezen. Nou, dan gaan we genieten van... Wat wordt nou van Song? Riptide, Let's Join. Nou, dan gaan we daar mooi naar luisteren. In the dark, I was scared of pretty girls and starting conversations. Oh, all my friends are turning green. You're the magician's assistant in a dream. So, oh, they come unstuck, lady. Running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing this song. And I got a lump in my throat, cause you're gonna sing the words wrong. There's this movie that I think you like. This guy decides quit his job and head to New York City. This cowboy is running from himself. Well, she's been living on the highest shelf. Oh, ooh. Oh, they come on stuck, lady. Running down to the riptide, taking away to side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing this song. And I got a lump in my throat, cause you're gonna sing the words wrong. Lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing this song. And I got a lump in my throat, cause you're gonna sing the words wrong. I got a lump in my throat, cause you're gonna sing the words wrong. Ja, dat was Leonie Scholten uit Alten. De volgende gasten die nou aan tafel komen zijn Tieme en Marion Bos. Zijn ze er al? Ja, u mag aan tafel schuiven. Ik weet waar het druk gaat. Iemand naar voren komen. Is Tieme er al? Tieme is er al, zit van weg. En Marion? Marion maar al. Laat Tieme dan zo aanschuiven. Ik weet dat u het heel druk heeft gehad met de reformatiedag op 31 oktober. Want, ja, gaat u maar zitten. Want er was veel Duitse konden, of niet? Of klanten? Ja. Vandaag is het hartstikke druk. Ja, zij is eigenares met het team van Vistaria de Dukdalf. Jullie zijn ongeveer zo'n 25 jaar of ruim 25 jaar geleden begonnen? Ja, ja. We zijn bij de houtlading begonnen, bij Kapisal. En dan letztendlich is bij de motormarkt. Bij de Kapisal zijn jullie begonnen? Ja, ook. Daarbij, achter de houtlading, waar ja. Nou... wat is het? Het Komrij College, die school ja. Staat eigenlijk. Ja, daar staan vroeger van Kapisal die rommelmarkt. Daar zijn we met pataat begonnen. Maar niet met vis? Nee, dus gewoon, niet met pataat. Nou, nu komt ook Tieme, kom maar hier zitten. Dan maken we maar gezellig loop, maar voor de camera rond is toch mooi lijf. Dan zien ze dat het hier heel gezellig gaat. Gaat het een beetje of... Nou, ja... Ja? Je hebt weer stem? Ik heb weer een beetje. Maar jij hebt ook weer een beste dag gehad, of niet? Nou, ik geloof dat half Duitsland in Winterswijk was. Nou, jij hebt echt een reformatiedag gehad. Maar dan ja. Met verkoop van vis. Nou. Ja, dat tref ik. De Dukdalf, je bent begonnen op bij de Kapishallen, hè? Ja. Ruim 25 jaar geleden is dat? Ja, dat was ongeveer 25 jaar geleden. Ja, en daarna ben je naar de motormarkt... Ja.
Hoe lang zitten jullie daar nou? Dat is dat die bekende stek waar ook alles veel in Duits staat. Misschien dat we filmbeelden kunnen laten zien, Freek. We hebben daar nog filmbeelden gemaakt van de Vistaria. De Dukdalf op de Motormarkt. Ik zie daar, er staat ook veel in Duits. Dus dat betekent dat je heel veel Duitse klanten hebt. Betekent dat we ongeveer op 99% uit Duitsland, uit het Ruhrgebied komt? 90%, ja. Ruim 90? Ja. Hoe komt dat? Ja. Hoe komt dat? Dicht bij de grens, hè? Ja, nou, iedereen zit hier dicht aan de grens. Maar, ik bedoel, hoe kunnen dat al die... veel uit het Ruhrgebied, ik neem aan het Gelsenkirchen, Bottrop... Oberhausen en Mülheim allemaal naar Tiemenbosch gaan. Als jij daar woont, ja. In zo'n flatje, driehoog achter en dan helemaal zonder daglicht en je bent een dag vrij, dan ga je graag naar Winterswijk. Oh, dan ga je lekker neem maar een glas water. Ja, dankjewel. Want dan kun je je stem even... dus we gaan lekker in een zonnetje bij jou bak vissen eerst. Ja. Ja, aangezien ik een oud zeeman ben, komt dat goed uit. Ja, we zien daar beelden. Jij hebt zelfs die kapiteinspet op. Ja. Is hij altijd zo met die kapiteinspet? Heeft hij daar altijd aan die zaak bij de patatbakken? Bijna, ja. Bijna? Ja. Ja, ik kan er geen afscheid van nemen van je vorige... maar je bent in feite in het verleden. Ben jij zeeman geweest, hè? Internationaal over alle zeeën geweest? Ja, ik ben een zeeman geweest. Waarvoor schippen allemaal, wat handelen? Allemaal coasters. En wat zat er allemaal aan lading? Waren toen al containers schepen? Nee hoor, nee, dat had je toen nog niet. Wij vervoerden hout en ijzer en zand en toen maar kolen door heel Europa heen. Maar dat is al een complete omwenteling als jij er overal bent geweest, overal... op de wereld en dat je dan opeens alleen maar wat je nou ziet daar ook een frikandel van 40 centimeter die je daar ook al verkoopt die je duidelijk laat zien dat die dat je dat nou gaat doen. Ja, maar ik kook aan boord altijd al. Ja. Want je was maar met 3 man aan boord. Oh, jouw rol was altijd bij de aanrichting de koken. Ik was meestal aan het koken. Ja. De Duitsers zijn gek op gebakken vis en kibbelingen. Hoe kan dat? Ja. En Duitsers die... Nou, u weet dat meer, want die komt ook uit die cultuur een beetje vandaan. Hè? Die komt oorspronkelijk uit Gelsenkirchen. Hè? Ja. Ja, in Duitsland die vis die is niet zo lekker. Wat is er dan meer dan? Die smaakt heel anders. Die deeg om die vis, die wordt als bierdeeg gemaakt. Ja. Die smaakt is heel anders. Ja, en wij doen het? Of is dat geheim van de keuken, dat we dat niet mogen doen? Nee, dat is gewoon vismeel, zout en water. Ja. Dat is geen geheim. Dan komen die kruiden daarop en dan je wil je ook van die vis prüfen. Mm-hmm. Je wil niet nur die kruiden en die bloemen prüfen, je wil ja precies den vis prüfen. Ja, en kibbelingen, dat gaat ook heel hard? Dat gaat am hardesten bij ons. En ze komen zelfs vanuit bepaalde... plaatsen waar je zegt, is het toch mogelijk dat ze een aantal honderden kilometers of nog meer Dortmund, even naar Tiemenbosch alleen maar voor die kibbelingen? Dat is toch, wat is jouw verse gast eigenlijk geweest? Iemand uit van Tormolinos. Van Bodensee? Dat is van Bodensee, die kwam, die komt iedere maand even hier naartoe. Even eten en dan reizen weer terug. En dan heeft hij van Winterswijk voor de rest niks gezien, alleen maar... vis en dan zwaaien ze weer uit. Het is wel onvoorstelbaar. En het valt me ook op dat jij de friet, die maak je ook heel anders. Of bereid je uiteindelijk ook anders dan de Nederlanders. Je gebruikt ook bepaalde poeder, hè? Patatkruiden. Dat is in Duits ook heel gangbaar. Dat is, in Nederland doen we dat dus niet. Nee. En dat vind ik wel... dat is lekker. Ja. Vandaag had je reformatiedag, dat heb je wel gemerkt. Ja, konden Duitsers nog de parkeerplaats op en er nog af? Of had je nog aparte verkeersregelaars daar? Nee, viele Duitse klanten die kwamen ook lopend naar ons. Lopend? Ja, die hebben de auto bij Trias neergezet en die kwam dan lopend daar? Ja, die kwam dan lopend. Ik moest even naar huis. Ja. En ik kwam de parkeerplaats niet meer op.
Ik heb de auto op de Ventweg neergezet en het laatste stuk heb ik maar gelopen. Ja. Zijn de Duitsers nog steeds daar nog? Nee. Als het donker wordt, gaan ze weer terug. Ja? Ja? Ja, is dat, Ja, dan gaan ze weer terug. Oh, dan gaan ze nou eerder terug, omdat we nou wintertijd hebben, ja. Of niet? Dat is, ja. Er is ook nog zoiets dat jij ook nog een zee, of zo'n schip, hè? Ligt daar, misschien hebben we daar ook nog beelden van, die Freek nog kan laten zien. Dat is dat schip wat in de haven ligt van Terborg. Daar heb je ongeveer zo'n 20 lichtplaatsen. Dat heet de Zeester. Daar kunnen mensen ook boeken? Ja, dan doe ik een rondvaart maken over de Oude IJssel. Ja. Dan kunnen ze de sluis een keer door. Wat een hele belevenis is. Want ze weten wel wat water is, maar een sluis, dat... Nee, dan gaan we de sluis door. Ja. Een paar bruggen onderdoor. Ja, ja, we zien hier wat beelden op de Oude IJssel. Ja. Daar bij Terborg. Daar ligt hij ook altijd? Daar ligt hij ook altijd. Dus dat is je vaste ligplek. Ja. En dan ga je dan met de boot richting Ulft, de Drufabriek, dan ook nog heen. Ja, daar is het uiterste. En dan eventueel terug naar Doetinchem of naar Doesburg. Ja. Maar wat vind je van die plannen die Doetinchem nu laatst heeft geopenbaard om een soort Oude IJsselpromenade te realiseren? Denk je dat je daar ook nog meer klanten krijgt? Dat wordt weer moeilijk. Ja. Want ik ga niet onder de spoorbrug door. De spoorbrug moet voor mij los. Ja, maar dan kun je vooraf al melden dat je komt of niet? Nou, dat gaat niet zo makkelijk. Voordat jij de Nederlandse spoorwegen aan de telefoon hebt, dat duurt even. Ja, maar je bent nog wel eens naar Doesburg. Ja, maar dan moet je een half uur, 20 minuten wachten. Ja. En dan moet je vlug wezen dat je erdoor komt. Ja. En dan doen ze die brug weer dicht. En dat is niet, in de zondags werken ze niet. Hm. Ja, de NS wel, maar die brug niet. Maar waarom kies je niet de lichtplaats in Doetinchem? Dat kan, of niet? Dat kan wel. Ja. Dat kan wel. Ja. Maar ik vind Terborg mooier. Ja. Rustiger. Jij wordt ook gevraagd in Terborg om ook de aankomst van Sint te regelen. Ja, de 25e. Dat is binnenkort, de 25e november. Ja, Sinterklaas weer. En dan gaat hij dan in Terborg. Ja, dan stap hij op en dan breng ik hem. Met een aantal pieten? Ja, een man of 15. 15? Nou, op dat bootje? Ja. Dan kan het allemaal wel op. En dan gaan ze allemaal rare streken uitvoeren. Ja. En dan ga je dan richting Ulft, hè? Of wat is dat? Etten, hè? Nee, in Etten. Ja. Of bij de Gamma. Bij de Gammabrug daarom. En daar staan al die kinderen te wachten. En dan denken ze, Timmy Bos heeft de gas uit Spanje weer gebracht. Ja. Ja. En dat is altijd een hele happening. Het is wel opvallend, je noemt het Zeester, maar eigenlijk vaar je op de Oude IJssel. Ja. Maar je niet Oude IJsselster moeten noemen? Ik kan ook met een schip de zee op. Ja. De papieren heb ik er nog voor. Ja. Maar doe je dat dan wel eens? Nee. Dat niet? Nee, geen tijd. En als je tijd hebt, dan ga je nog wel eens een dagje naar Hattem? Ja, dan vaar ik wel eens het IJsselmeer over. Ja. Nog even over de Vistaria, de Dukdalf, op de Motormarkt. Wat zijn de toekomstplannen? Heb je nog wat toekomstplannen, nieuwe dingen of nieuwe ontwikkelingen? Nou, de ontwikkelingen die gaan daar niet zo hard. Ja. Want je mag eigenlijk in het buitengebied niks doen van de gemeente. Ja. Want, je mag ook niet investeren in je pand of iets. Nee. Want het is helemaal van hout opgetrokken. Ja, het is een container. Ja. Oh, een zeecontainer. Dus, nee. Dat nog net niet? Nee, dat niet. Oh. Dus... Dat is, En de gerechten, dat is hoofdzakelijk visgerechten, friet, snacks. De kroketten die lopen niet zo hard, hebben de Duitsers. Hoe kan dat dan? Die kennen ze niet. Die kennen ze niet. Daar willen ze ook niks van weer. Nee. Bitterballen ook niet. Nee. Heel af en toe na de vakantie, dan hebben ze eens een keer in Amsterdam bitterballen geprobeerd. Ja. Ja, nou, en dan vraagt er eens een keer iemand om. Ja. Maar anders, nee. Ja.
En de nieuwe haringen, als ik het denk. Hoe gaat dat dan? Ja, de nieuwe haringen, dat is altijd een groot evenement natuurlijk, als die aankomen. Ja, hebben we nog wat vergeten over jullie zaak verder? Of bevalt goed op de motormarkt? Zover, prima. En dan op naar de hoeveel jaren? Nou, we proberen het 30 jaar vol te maken. Ja? Ja? Nou, dat is dan iets van 4 jaar ongeveer, 5, 3, 4, hè? Ja, nou, ik ben nu 70. Ja. Dus nou, met 75, dan moet je, dan begint het leven pas. Daar weet u ook van? Ja. Ja, dat het dan zijn leven begint? Ja. Ja? Want jullie wonen in Kotten, ja. Dat bevalt ook goed. Heel mooi. Heel mooi. En wie gaat dan het toverstokje overnemen? Is dat die dame die met die frieten daar, die... Dat kan makkelijk. Die zal het misschien gaan overnemen, denk ik. Dat geloof ik wel, ja. Ja, dat is uw kroonprinses, heet dat dan? Ja hoor. Ja, dat is het ook zo, die dritte generatie. Is al de derde generatie al? Ja. Ja. Goed. Nou, ik nog bedankt voor de komst. Bedankt. En we gaan over naar, even kijken naar de reclame. Want dat hoort er ook bij. En daar zingen jullie ook nog tussen. Oh ja. Ja, ja, nou mooi. Ja, ik weet niet of ze... Ja, het komt zo, maar dit is nog reclame. Hier. Oh ja, dat is jammer. Oh ja, dat is geen 9-5 meer. En Nijmegen, ja, dat kan nu nog. Ja, ik heb jullie keuze zijn met dat. We hebben weer een live optreden van de zangeres hier uit Alten, Leonie Scholten. Het wordt een nummer van Dolly Parton. Nee, die komt straks. Die komt straks. Dus, waar komt er nu? Eigen nummer. Eigen nummer, wat je geschreven hebt. Yes. En hoe heet het? I Remember. Nou, we zullen het zeker nog goed herinneren naar dit optreden. Times that you put me down and I had to get up, but I didn't. And I remember all the times you said you'd help me, but you forgot, so you didn't. And no, no, you didn't help me out. You didn't help me out, no, no. But now, now that you are back around, now you are back around, you should know that I'm in love with you. I'm so scared and confused, but I got these butterflies in my stomach, and I know
though it sounds odd, but I am so sure I want you right back here in my arms. I miss you, you know it. You love me to show it. Oh, we'll be right back where we were last time we broke up. I miss you, you know it. You love me, just show it. Or we'll be right back where we were last time we broke up. And oh, no, you didn't help me out. You didn't help me out, no, no. But now that you are back around, you are back around, you should know that I'm in love with you. I'm so scared and confused, but I got these butterflies in my stomach. And I know it sounds odd, but I am so sure I want you right back here in my arms. Oh, I know it sounds odd, I am so sure I want you right back, right back. Ja, dat was Leonie Scholten uit Alten. We gaan nu naar het laatste onderwerp, het vierde onderwerp. Dat gaat over het project Het Gasthuis. Op de hoek Misterstraat, Gashuisstraat in Wunderswijk krijgt een nieuwe bestemming. Namelijk waar Superconvex heeft gezeten. Een ontmoetingsplek voor senioren met daarnaast 18 appartementen. Gasten zijn Meino Jansen van Stichting Nobelhuizen of Huizen? Ja, klopt. Of heerde Huizen of Huizen? Huizen. 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 Ja. Dus u bent een beetje aan het verbazen. U doet een beetje dialect en dan moet hij inderdaad toch? Ja, maar Nobelhuizen in het midden van het land bijvoorbeeld, als ja. We ooit dat gaan beginnen, dat gaan ze niet begrijpen. Nobelhuizen wel. Oh. Dat is beter uit te leggen. En hier aan deze kant zit ook een hele bekende, ook politiek actief geweest, maar nu bij de senioren. Namens 5 ouderenbonden, Anton Reuvenkamp. Het is wat, hè? 5 ja. Ouderenbonden. Ja. Ken je ze ook of niet? Nee, ik weet alleen de katholieken. KBO, ja. PCOB, ja. Mentors Plus. En dan krijgen we de STOA, Stichting ja. Ouderen Actief. Ja. En de AMBO. Dat zijn ze alle 5. Dat zijn meer, jij verteert meer dan wat je ooit hebt vertegenwoordigd nu. Dat kun je wel zeggen, of niet? Ja, ik ga er nog vooruit. Nogal, ja. Ja. Op de hoek Misterstraat, Gashuisstraat, daar hebben we een leeg kantoor en een groot winkelcomplex. Iets van 1600 vierkante meter. 1900 zelfs. 1900. Ja. Daar zijn jullie bezig om daar een nieuwe bestemming in te krijgen. Hè? Ja. Tijdens de begrotingsvergadering was er al min of meer groen licht. De politiek kon zich daar wel in vinden. Ja, niet zozeer. De bestemming wordt... Naast de appartementen die we gaan bouwen, vooral ook een ontmoetings- en participatieruimte voor ouderen. Ja. En wij zijn elkaar tegengekomen, ik denk iets meer dan een jaar geleden, Anton. En, ja. We hadden eigenlijk allebei hetzelfde plan. Ja. En zo zijn we tot elkaar gekomen. En wij wilden heel graag vanuit de Stichting Nobelhuizen een voorziening treffen voor ouderen. Ja. Of voor mensen die in een sociaal isolement dreigen te raken of al zitten. Mm-hmm. En de ouderen die wilden een participatiecentrum. Nou, dat is een ontmoetingscentrum. Dat is gewoon heel goed mm-hmm. aan elkaar te koppelen. En zo zijn we eigenlijk met elkaar in aanraking gekomen. Ja. Ja. Als Freek even daar beelden kan laten zien, Freek, over dat pand. Dit is het bewuste pand. Ja. De naam staat er ook al voor. Dat heb ik ook al gezien. Er staat het Gasthuis. Waarom heb je voor die naam gekozen? Want we hebben er ook iets anders wat het Gasthuis in de Gasthuisstraat heet. Ja, dat klopt. Maar het Gasthuis... Heb je er geen probleem mee? Nou, dat weet ik niet. Het is een werknaam. Dus op dit moment... het Gasthuis staat erboven. Ja. En dat komt eigenlijk naar voren. Omdat vroeger in de jaren 1870 daar een oude mannenhuis op die plek zat. Dat was dat nog voordat dus... daar die garage Westendiep kwam. Ja.
Ja, en, ja. En dat heette het gasthuis. Ja. En, dus dat is ook weer bovenop die pui gekomen. Ja. En dat hebben we nu als werknaam. Kijk, en als de betrokken persoon daar heel veel last van heeft, dan gaan wij gewoon een andere naam gebruiken. Maar we dachten, het gasthuis past mooi. Het staat er al boven, dus. Ja, alleen die mondriaan vlaggen moet wel vernieuwd worden, vind ik. Want die zien er wel sober uit, moet ik zeggen. Die zijn echt aan hun kunstende. Of niet? Ja? Het is groter worden. Het is groter. Ja. En daar komen aan die appartementen. Er wordt gedacht aan 18 appartementen. Ja, 17 appartementen voor mensen die in dat sociaal isolement dreigen te raken. Ja. En 1 appartement voor een ondernemers-echtpaar. Ja. Waar de bewoners bij aan kunnen kloppen. En die ook het aanspreekpunt is voor de ouderen bij die ontmoetingsruimte. Ja. Die de ouderen zelf gaan bemannen en bemensen. En die daar zelf gewoon helemaal invulling aan geven. Dus ze wonen niet daar, maar ze worden ook zelf actief. Ja. En dan worden dan begeleid door? Ja, door een ondernemer, zeg maar, wat wij nog zoeken. Ja. En die is dan onderdeel van die stichting Norberhuizen? Ja, die komt bij ons in dienst. Ja. Die stichting heeft ook die villa op Verreriks. Oude museum, ja. Dat is een project voor. Wat zit daar nou? Dat zijn mensen met een verstandelijke, met een psychische beperking, maar in ieder geval allemaal met een kleine zorgvraag. Ja. Die nu buiten de boot dreigen te vallen. Mm-hmm. En die kunnen een plek vinden bij ons op dit moment in het museum. En straks zometeen ook in het Gassenstraat. Ja. Oh, dat is ook uitwisselbaar. Of dat is, ja. Ja, weet je, de vraag is altijd van. Wanneer zit je in een sociaal isolement? Daarvoor hoef je niet per se 80 te zijn. Dat kunnen ook mensen zijn die 40 zijn. Die door omstandigheden thuis komen te zitten en niet meer de deur uit deuren. Dus het is vooral voor die doelgroep. Ja. En een leeftijd eraan hangen, dat vind ik altijd een beetje lastig. Hè? Want stel dat je zegt 50 en er is er even 49, wat ga je daarmee doen? Ja. Nee, het gaat dus vooral om mensen met een hele kleine hulpvraag die in een sociaal isolement zitten of dreigen te raken. Ja, hoe hebben jullie elkaar dan gevonden eigenlijk op dat gebied? Ja, dat is een heel apart verhaal natuurlijk. Ja, dat mag wel. Ik heb nog zijn tijd genoeg. Dus via de tennisbaan ontstaan. Hè? Maar ja. Dat kan Meino het beste vertellen, want het is via Meino gegaan. Ja, ik was in iemand van D66, Franklin Vlam, die zit daar bij de tennis. Ik ben daar voorzitter. Mm-hmm. En we kwamen in gesprek over een ouderenvoorziening. Wij waren door een gemeente in Brabant gevraagd om een ouderenvoorziening te gaan creëren. En zei, nou, dan moet je eens met Anton Reuvenkamp gaan praten. Want die zijn nu al 3 jaar bezig om iets te realiseren, maar dat komt maar niet van de grond. Dus nou, toen zijn we met elkaar, heb ik jou gebeld, geloof ik. Ja. En ik zeg, nou, volgens mij willen we allebei hetzelfde en kunnen we elkaar daar wel in ondersteunen. Ja. Nou, toen zijn we eigenlijk één gesprek met elkaar gevoerd. Mm-hmm. En dat was gelijk een klik. En vooral ook op de inhoud. Ik ben aangesloten bij de ouderenbonden en iedereen was zeer enthousiast. Want eigenlijk hadden we hetzelfde plan. Ja. Het plan hadden we zelf gemaakt. En dat legden we eigenlijk naast het plan van de ouderenbonden. En dat was eigenlijk gelijk. Ja, is dat een hele idee bij continu ook in de raad ook hoor van. Er was ook vaak de vraag van, daar moet iets in ouderensource komen of iets op dat gebied. Ja. Met name kwam het uit de liberale hoeken op tafel. Ja, en dat werd daar continu, werd daar min of meer van het college, met name de wethouder Saris van, ja, we gaan niet in stenen investeren. Nee. Is dat het verhaal wat nou van krijgt hier aan de Gassenstraat? Ja, we zijn 4 jaar geleden op het lijsttrekkersdebat is het project, zeg maar, Norberhuis, is toen gelanceerd. Ja. En we hebben toen de politieke partij van Winterswijk gevraagd om dat initiatief van ons te ondersteunen. Mm. Het eerste idee was om bij zeg maar, de muziekschool Boogie Boogie, om daar 300 vierkante meter bij aan te bouwen. Iets van een glazen doos, dat is heel mooi getekend. Mm-hmm. Maar ja, politiek Winterswijk zag dat niet zitten, dus dat plan dat ging heel snel van tafel. Toen het tweede plan was de bibliotheek. En dat duurde maar tot de bibliotheek een andere zeg maar, huurder kreeg. Mm-hmm. Ging ook dat plan van tafel. En achteraf zijn we daar wel gelukkig mee, want dit plan wat we nu hebben is gewoon het beste plan. Dus, het is ambitieus en groot. En groot en op een fantastische plek. Ja. En ik denk dat er heel nadrukkelijk gezegd moet worden, we hebben het wel over een seniorenontmoetingsplek, maar het is niet uitsluitend en alleen voor senioren. Wij proberen ook
als senioren de verbinding te leggen met jongeren en met mensen met een beperking, zoals zeg maar Estinea doet daarin mee, de Nabruizen doen daarin mee. Mm-hmm. En zo zijn er nog meer clubs en instellingen die zich bij ons aansluiten om samen van dat ontmoetingscentrum een bruisend centrum te maken. Ja. Nou spreken we namens een grote club, vijf ouderenbonden. Ja, we hebben vijf ouderenbonden en we hebben gezamenlijk 1600 leden. Dus ja, we zijn bijna de grootste voetbalclub van Winterswijk. Hè. Je hebt de 1000, geloof ik. Ja. Maar dat zijn 1600 leden. Maar die groepen ouderen die bestaat uit 6000. Ja. In Winterswijk zijn 6000 mensen zeg maar 65 jaar en ouder. Ja. En er zijn 10.000 55 jaar en ouder. Ja. Ja. Dus dat is maar één groep in Winterswijk die groeit. En dat zijn de ouderen. Ja. Dus we hebben toekomst, zeg maar. Ja, de toekomst, ja. Maar hoor je ook wel zorgelijke signalen over vereenzaming en zulke dingen? Want ik kan me daar iets bij voorstellen. Ja, ik denk dat het een van onze grootste maatschappelijke problemen wordt in deze welvaartsstaat. Ja, dat is een vereenzame. Ik vind dat ook een beetje vreemd. Hè, als een rapport uitgevoerd wordt en daar staat dan in het rapport van zeg maar 1 op de 3 Winterswijkers voelen zich eenzaam. Ja. En een aantal mensen, en zeker mensen in de politiek, schrikken dat dan. Die denken, daar moet je helemaal niet van schrikken. Dan heb je voldoende voorzieningen. Dat mensen zeg maar kunnen, waar mensen gebruik van kunnen maken, dan worden mensen ook niet eenzaam. Maar als er geen voorzieningen zijn waar mensen naartoe kunnen, dan vereenzamen. En op welk moment vereenzamen mensen? Op momenten dat mensen iets verliezen. Mm-hmm. Dat is werk, dat is een echtgenoot, een dierbare, een buurt, ze gaan verhuizen, noem maar op. Dan vereenzamen mensen. En hebben ze dan geen contacten middels club of buurthuizen of andere zaken, ja. Ja, dan zitten ze achter de graniums. Ja. En nou, wij willen ze daar juist achter vandaan halen. Want we hebben daar in het klein hebben we dat wel. Hè. Bij de KBO bijvoorbeeld hebben we 2 soortsmiddagen. Mm-hmm. Hebben we de maandag en de woensdagmiddag. Nou, als daar dus iemand niet komt, dat kan 14 dagen zijn, dat valt op. Ja. En dan belt iemand van. Maar als diegene in nood is gekomen, dan valt die ook nooit op. Nee, maar nee. Die heeft ook bijna geen kans om te komen, want daar is niks. Ja. Kijk, elk gemiddeld plaatsje in de Achterhoek, die hebben wel een buurthuis. Als we naar onze buren kijken, bijvoorbeeld Oost-Gelderen, nou, je kunt geen dorpje opnoemen, of dat nou Lievelde is, met het Voshuis, Vragende, Harreveld, Lievelde, noem maar op. Mm. Elke plaats heeft zijn eigen ontmoetingscentrum, specifiek voor ouderen. Ja. Ligt ervoor heeft zelfs dat samen met Longa opgezet. Ja. Een gigantisch mooie gebouw daarvoor. Ja. Nou, we hebben ooit in Doetinchem dat gezien in het Breewijk. Ik weet niet of u dat kent, maar dat is een. Ja, Doetinchem heeft daar 12 jaar over gedaan om dat van de grond te tillen. Toen hebben wij gezegd van nou, wij willen ook zoiets, maar we hebben geen 12 jaar de tijd om dat van de grond te tillen. Ja. Nou, nu is het 4 jaar. Ja. Nou, misschien midden volgend jaar dat we het kunnen openen. Nou, dan verwacht je midden volgend jaar? Ja, dat was de eerste. Maar dan moet er toch heel wat gebeuren. Dat is de eerste gedachte. Er zit toch kantoor aan wat er nou zit in een winkelpand? Of wat is het? Er zit niks in, maar je moet toch allemaal weer helemaal. Je hebt een inrichtingsplan of ben je mee bezig? Ja, nee, we hebben. Tegenwoordig is het zo dat je een pre-advies aan moet vragen, waarbij je. Ja, de gemeente vraagt of zij bereid zijn om mee te ontwikkelen. En niet qua financiën, maar mee te denken in de ontwikkeling van het pand. Ja. We hebben de buurt gevraagd. We hebben de Vereniging van Eigenaren, waar we ook lid van worden. Mm-hmm. Hebben we gevraagd, want het gaat alleen over de onderverdieping. Het gaat dus niet over de verdieping 2 en 3. Nee, maar daar zitten ook al appartementen. Die zijn toch van de woonplaats, dacht ik. Ja, niet allemaal, er zit ook koop. Maar goed, en jullie nemen van de woonplaats dit over? Onderste deel nemen we over van de woonplaats. En die doet de financiering, dat doet die stichting? Dat doet de stichting, ja. Is die zo kapitaalkracht? Want dat is dan een dure grond geloof ik, dure. Ja, dat is. Maar goed, wat wij willen is dat de kosten van aanschaf en verbouwing, daar komt een hypotheek uit. En die hypotheeklasten moeten gedekt worden door die 18 appartementen. En die 18 appartementen zorgen ervoor dat, dus dat die hypotheeklast wordt gedragen. En
investeerders hebben. Er is heel veel geld beschikbaar in Nederland op dit moment voor goede plannen. Ja. Nou, dit, omdat wij investeren in stenen, is dat voor investeerders interessanter dan investeren in zorg. Zorg is best heel, heel dynamisch, hè, dan zeg ik het op een mooie manier. Maar goed, dat is toch wel heel, heel erg afhankelijk daarvan. Dus wij scheiden wonen en zorg. Ja. En daardoor kunnen wij dus de financiering niet heel makkelijk, maar relatief eenvoudig uitleggen waar ze in investeren. En stel dat de zorg helemaal wegvalt, dan zijn deze appartementen ook goed bruikbaar voor de gewone markt. Ja, goed, die liggen natuurlijk heel mooi tegen het winkelcentrum aan. Maar die 1900, wat is het, vierkante meter wat u dan heeft, hoe gaat u dat allemaal inpassen in die appartementen? Krijg je allemaal mooi zicht op iets? Of? Nou, iedereen heeft natuurlijk gewoon daglicht. Er komt een gang. Ja, waarom moet ik daarvan voorstellen? Er komt een grote ruimte van 300 vierkante meter voor die ontmoeting en die participatie. Ja, die zit helemaal voor, denkt u? Aan de kant van de Missenstraat. Missenstraat. Ja. Dus daar hebben ze een beetje zicht op de Missenstraat. En dan kan ook eventueel met een terrasje of zo dat ze daar ook. Nou, terrasje, dat is een idee wat ooit de gemeente heeft geopperd. Ja. Waarvan wij zeggen, nou, dat is prima om dat op termijn te gaan doen. Maar we gaan ons eerst richten op het gebouw en op binnen. Ja. Dat we dat op orde hebben. En dat we dan vervolgens op termijn een terrasje. Nou goed, dat is prima als de gemeente dat wil. En wij komen daaruit met de gemeente over hoe we dat gaan invullen. Is dat prima. Ja. De mensen die als bij Kunstende zijn geweest, die hebben ongeveer een beeld van wat die ruimte gaat worden. Want waar Kunstende zat, en dan ongeveer nog een meter of vier erbij aan, dan heb je de ruimte wat de ontmoetingsruimte gaat worden. Ja. En dat is echt een hele grote ruimte. Ja. We hadden eerst ingeschreven, of we hadden eerst tekening gemaakt voor 20 appartementen, maar daarvan hebben we gezegd, we doen er twee doen we dan voor. Dat noemen ze dan commerciële verhuur, maar niet dat daar commerciële partijen in komen als een winkel, maar dat daar andere partijen komen die kantoorruimte nodig hebben, die een vergaderruimte nodig hebben. Niet zijn er de oudere bonden, want de oudere bonden krijgen de ontmoetingsruimte. Dat is gewoon onderdeel van het geheel. Ja. Dus de beheerstichting gaat een overeenkomst aan. En voor het grote bedrag van 1 euro per jaar gaan zij dat huren van de stichting. Ja. En u hoopt de media volgend jaar dat. Ja, wij hebben nu het definitief ontwerp, dat heb ik vandaag toevallig gezien. Dus dan moeten we nog twee jaar. Dat we niet kunnen doen. Ja, dat is een definitief ontwerp. Ik weet niet of je een bouwtekening hebt gezien. Daar wordt het alleen maar onduidelijker van. Ja. Dus nee, daar moet het ook niet. Dus daar moet er een 3D-dingetje van gemaakt. Ja, maar dat kan pas op het moment dat wij. Je komt dan met een presentatie, want er is al wel reactie of respons op dat plan. Hè? Want zo oud is dat plan toch ook al niet, hè? Nee, dat het in het openbaar is. Nee, ik ben laatst bij de ouderenbeurs geweest. Seniorendag. Ja. Seniorendag op 1 oktober. En daar is het eigenlijk voor het eerst echt naar buiten toe gebracht. En we hebben op dit moment 4 aanmeldingen. Ja. En ik hoorde vandaag van Anton dat nummer 5 er ook is inmiddels. Dus we hebben 5 aanmeldingen. Dat zonder reclame, hè? Ja. Dat laat wel zien. Nou, misschien dat nou iets nog meer versnelt. Ja, het laat wel zien dat er een grote vraag is. Ja. En dat er ook behoefte is. En naast de mensen die daar komen wonen, die gaan er ook lekker gezamenlijk eten met z'n allen. Hebben ook mensen die er niet kunnen wonen, omdat er te weinig plek is. Hebben ze wel de mogelijkheid om tussen de middag gezamenlijk warm te eten. En wij willen heel graag met scholen. En daar komen dan de jongeren ook weer terug met scholen. Nou, Gerrit Kommerij College heb je net aan de andere kant. Pronova. En dan heb je het ROC nog. Nou, als je met die drie een combinatie kunt maken, dat je 5 dagen in de week dat kunt koken. Ja, dan heb je mooi die verbinding met ook met jongeren, maar ook met de kinderen die wat meer moeite hebben om in het normale circuit te leren. Mm-hmm. En de Pronova kinderen. En dan kan gewoon iedereen gewoon lekker zijn plekje krijgen. U heeft dit idee ergens anders gezien, denk ik. Nee. Of is dat uniek hier? Nou, weet ik niet. Ik weet dat. Kennen we het ergens anders? Jij had het altijd nog. Dat ontmoetingscentrum, dat is natuurlijk niet nieuw. Dat is overal in de landen is dat. Maar deze combinatie, dat is denk ik wel nieuw. Maar dat komt alleen maar omdat wij in Mijnho een partner hebben gevonden. Die het ook financieel mogelijk gaat maken, omdat de gemeente dat gewoon niet wil. Is toch raar eigenlijk, hè? Het kan vreemd zijn. Wij zijn blij met Mijnho en dat het nu wel lukt. Ja. En dat we dat ook doen zonder de gemeente. Alhoewel, kijk, wij gaan nog wel die doos.
Dat ontmoetingscentrum moet natuurlijk wel ingericht worden en dat moeten wij zelf doen. Mm. Wij huren het voor 1 euro op jaarbasis, maar het is casco. Daar zit niks in. Daar zit geen toilet in, daar zit geen keuken in, daar zit helemaal niks in. Nee. Dat moet ingericht worden, dat moeten wij. Vanuit die beheerstichting die we gaan opzetten zometeen, gaan we dat met fondsen en met aanvragen van de... Dus je gaat ook eventueel bij de gemeente ook nog aankloppen. Daar kunnen ze wel op rekenen. Ik denk dat de gemeente heeft ook een taak om ouderen, voorzieningen, op welke manier dan ook te ondersteunen. Hè. Dat hoeft niet alleen maar financieel te zijn, maar en daar zijn ook gewoon potjes voor. In de gemeente zijn er gewoon potjes om dit soort voorzieningen voor het algemeen belang, hè, want dat is wat we hier maken, om daar ook wat... In mee te bewegen en mee te betalen. Ja. Daar zijn gewoon potjes voor. Oh. Nou ja, en ik denk dat zeker de beheerstichting die door de oudere bonden gevormd is geworden, die gaat alle aanvragen doen. En natuurlijk gaan wij dat wel gezamenlijk doen. Ja. Hè, want we hebben nu een werkgroep gemaakt van de oudere bonden en de Stichting Noordhuizen. Ja. Nou, er komt zometeen een... En de gemeente. En de gemeente, de provincie zit ook al aan tafel. SCD is aan tafel. Diverse partners die... We zitten al aan tafel met elkaar. Dus, ja. Krijgt u niet de kritiek ook vanuit de commerciële sector? Van ja, dan gaat er weer zo'n winkelruimte, die wordt dan herbestemd tot woonruimte. Misschien hebben we het misschien nog nodig. Nee, ik heb... Denkt u niet? Nee, wij zijn de buurt. Juist dat ze blij zijn. We zijn dat uiteindelijk weer leven in de brouwerij komt. Nou, we zijn de buurt natuurlijk aan de spekkende. We zijn de buurt rond geweest. En er waren 3 ondernemers die aangaven het jammer te vinden dat er geen winkel in kwam. Ja. Nou goed, dat is ook beleid van de gemeente. Die wil dat allemaal centreren rondom de kerk. Dus daar kunnen wij niet veel mee. Ja goed, dat heeft ook met de economische ontwikkeling van toen. Ja, nu begint dat misschien iets... En alle mensen die we hebben gesproken, zowel bij de Vereniging van Eigenaren als de buren die we hebben gesproken, zijn wel heel blij dat er weer wat gaat gebeuren. Dat er reuring... Dat er weer wat reuring komt. Ja. En er was 1 ondernemer die haar zorgen uitsprak en zei van, joh, weet je, ik hoop toch niet dat al die personenbussen door die Missenstraat komen rijden. Ik zei, nou ja... Volgens mij is dat niet toegestaan, dus zal de gemeente daarop handhaven met politie. Nou, ik denk dat de aangrenzende middenstand ook wel blij is met zoiets. Er zijn ook weer potentiële nieuwe klanten misschien. Dat zou ook kunnen, ja. Dat zou ook kunnen. Ik denk dat het ten goede komt aan het winkelgebiedje daar. Ja, zeker het beeld. Hè. Het beeld dat er wat gebeurt. Daar komt wat reuring. Dus is het ook uitnodigende om die straat even in te gaan als bezoeker. Ja. Goed, we gaan afsluiten. Het was een genoegen nu dit plan aan te horen. Nee, komt er nog een vervolgpresentatie over die inrichtingsplan? Ja, wanneer ongeveer? Want wij gaan de vergunning aanvragen. Hopelijk deze week of anders volgende week. Nou, en dan gaan wij de mensen die zich al hebben ingeschreven, die gaan wij op enig moment uitnodigen. Dat zal na de jaarwisseling zijn. Want dan kunnen we het ook goed voorbereiden. En ik hoop met een hoop Winterswijkse bedrijven dat pand in te gaan kleden, waaronder Baderie. En daar hadden we net al over hebben al gesproken, daar gaan we met elkaar in gesprek. En ik hoop echt dat we met alle Winterswijkse bedrijven gewoon een heel mooie invulling kunnen geven. Komt natuurlijk graag nog een keer terug. Ja. Ja, als klant zijn misschien. Wat? Als klant. Als klant, maar ook als... Ja, ik snap het. Ons plan nog weer verder. Ja, is goed. Is goed. Dat doen we zeker. Ja. Ik ga afsluiten, dit programma. Het is later ook nog te zien op regiointernet.tv te zien. Dit was Over de Grens. Eerste jaargang aflevering 5. Ik heb het niet van 9 tot 5 gemaakt, maar tot 9 uur. Daar gaat het over, Dolly Parton. Daar gaan we mee afsluiten met Leonie Schotten uit Alten. Ik wens u veel gezondheid en tot de volgende maand. Bedankt voor uw aandacht. Stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, yawning, stretching, trying to come alive. Jump in the shower and the blood starts pumping, out on the streets and the traffic starts jumping, from folks like me on the job from 9 to 5.
Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by. It's so taken and no giving, they just use your mind and you never get the credit. It's enough to drive you crazy if you let it. Watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder. You got dreams he'll never take away. You're the same boy with a lot of your friends, hoping for the day your ship will come in. And you've got dreams he'll never take away. Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by. It's so taking and no giving, they just use your mind and you never get the credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5, for service and devotion, you would think that I would deserve a fat promotion. Want to move ahead, but the boss won't seem to let me. I swear sometimes that man is out to get me. Thank you.
voorzichtig aan doen, hè. Dus, dit is een beetje tricky voor ons om hier naar binnen te gaan. We zitten natuurlijk op gevaarlijk grondgebied hier, bij Dinxper FM. Nou, ze zijn er wel. Ze zijn er wel.